Waarom worden onze dagen steeds langer? Dit is de Universiteit van Nederland. Het is een scenario waar de filmindustrie van Hollywood maar al te graag van smult. Een op hol geslagen planeet of een planetoïde, een groot rotsblok uit de ruimte wat op ramkoers van de aarde ligt. En waarbij iedereen op aarde een gewisse dood tegemoet staat. Dat is natuurlijk iets wat op zich een heel erg mooi doemscenario is. En er zit misschien ook wel een kern van waarheid in. Zeker als we kijken naar de beginfase van ons zonnestelsel. Waarin er een veel grotere chaos was van alle brokstukken die daar door de ruimte heen zweefden. En dit soort prachtige foto's, dit soort artist impressions van hoe dat eruit gezien zou hebben. Dat zijn natuurlijk ook voorbeelden van hoe we daar naar kijken. En hoe Hollywood daar natuurlijk fantastisch op inspringt met een mooie Bruce Willis film die de wereld kan redden. Maar dat neemt niet weg dat we eigenlijk bij alle grote aardachtige planeten, Mercurius, Venus, Aarde en Mars, de littekens zien dat dit soort grote inslagen in het verleden daadwerkelijk hebben plaatsgevonden. En de planeet Mercurius is daar waarschijnlijk het summum van. De meest exotische vorm waarbij we de grote inslagen kunnen waarnemen. En dat kunnen we onder meer zien omdat als we kijken naar Mercurius, dan zien we dat het bolletje van Mercurius, de metalen kern die erin zit, in verhouding met bijvoorbeeld de aarde veel groter is. Mercurius heeft een flinterdun stenen schilletje, terwijl de aarde daar een hele dikke stenen schil omheen heeft zitten. En dat zorgt ervoor dat er wat bijzondere dingen te zien zijn en gebeurd zijn bij Mercurius in het verleden. En we weten, of we denken in ieder geval, dat dat gevolg van het hele dunne schilletje, dat het gevolg is van een grote inslag die heeft plaatsgevonden, waarbij Mercurius een heel groot gedeelte van zijn stenen buitenkant verloren heeft aan de ruimte. Nou, wat er dan gebeurt met zo'n planeet, daar kan ik eigenlijk alleen maar een prachtig klassiek Nederlands experiment voor pakken, namelijk de bol van Schavenzande. Ik zie de natuurkundeleraren daar op de achterste rij zitten. Die mogen even stil zijn, want die kennen de uitslag al. Maar dit is een prachtig voorbeeld van een experiment waarbij we een metalen bolletje hebben. En dat metalen bolletje dat moet je eigenlijk zien als de kern van de planeet Mercurius. En dat bolletje dat verwarmen we in de vlam. En wat jullie dan zien, is dat als ik hier het ringetje heb, dat het bolletje, hij moet nog wat langer erin. En wat je dan heel mooi ziet is dat dat ringetje, dat bolletje, niet meer door de ring heen past. Als ik dan vervolgens dit bolletje afkoel, dat levert een heel mooi geluid op, dan zien we dat dat bolletje weer perfect door het ringetje heen kan. Dus als gevolg van die warmte, van dat warme bolletje, zien we dat het metaal is uitgezet en dat als gevolg van de afkoeling het metalen bolletje weer krimpt en dat hij dan heel mooi door het ringetje heen past. Nou, de mensen die uit Amsterdam komen, die kennen dit probleem waarschijnlijk, want met name de bruggen van Amsterdam, die hebben daar wel eens last van in de zomer. Die moeten dan ook vaak gekoeld worden om weer dicht te kunnen. Dat heeft te maken met het metaal wat er in de bruggen zit, wat uitzet. En eigenlijk is dit precies het effect wat we ook bij Mercurius zien. Alleen bij Mercurius is dat een heel erg stuk spectaculairder. Want Mercurius is op een gegeven moment als planeet gaan afkoelen. En zoals ik al vertelde, die heeft een hele grote metalen kern binnenin de planeet zitten. En een heel flinterdun stenen schilletje. En die kern van Mercurius die is op een gegeven moment 7 kilometer in doorsnee gekrompen. Nou moet u zich voorstellen, 7 kilometer is ongeveer de gemiddelde hoogte van het Himalaya-gebergte hier op aarde. Dus die hele planeet is 7 kilometer kleiner geworden. En dat betekent dat dat hele dunne stenen schilletje wat omheen zit, die heeft die ruimte moeten opvangen. Dus het instorten van de stenen korst van Mercurius was eigenlijk het enige logische gevolg wat kon plaatsvinden. En dat zien we ook aan het oppervlak. Als we kijken naar dit soort prachtige landschappen, dan kunnen we daar als het ware een soort van stippellijn doorheen trekken waar een scheur zit. En dat zijn scheuren die we over het hele oppervlak zien, waar verzakkingen hebben plaatsgevonden. En we zien hier verzakkingen in de orde grootte van bijna 4 kilometer. En dit zijn voorbeelden, dit zijn plekken waar er op Mercurius een grote veelvoud van is. We hebben te maken met scheursystemen van 9 tot 900 kilometer in doorsnee. En we kennen ongeveer 600 van dit soort scheuren aan het oppervlak. Dus we zien dat als gevolg van die hele grote inslag die heeft plaatsgevonden, het verlies van al dat gesteente aan de ruimte, dat uiteindelijk die planeet is afgekoeld en uiteindelijk is ingestort als gevolg van het krimpen van de metalen kern van de planeet.
Maar ook veel dichter bij huis zien we de effecten van dit soort grote inslagen. Want niet alleen Mercurius, waar we net een heel duidelijk voorbeeld van zagen, was een heel goed voorbeeld van die hele grote kosmische inslagen die Hollywood zo mooi vindt. Maar met name onze eigen maan is een prachtig voorbeeld van het gevolg van een inslag. De gangbare ideeën die erover bestaan is dat er ooit in het verleden een botsing is geweest van bijna een marsachtig object wat met de aarde in botsing is gekomen en waar een klodder materiaal vanaf is gespat. En uit het puin, dat klodder materiaal wat erin een baan om de aarde zat, is uiteindelijk onze maan ontstaan. En de Apollo-astronauten hebben met hun gesteente, de samples die ze mee terugnamen van hun veldwerk op de maan, hebben ze ook laten zien dat het gesteente eigenlijk perfect overeenkwam met de aarde. Dat is natuurlijk koren op de molen voor dit soort ideeën dat onze maan uit onze aarde is ontstaan. Nou, grappig genoeg heeft die inslag ook een hele interessante wisselwerking gehad. Want doordat uiteindelijk die maan is gevormd door die inslag, zijn er ook getijden ontstaan. Wordt er als het ware door de zwaartekracht van de maan water naar de maan toegetrokken. En krijg je dat dus een hele grote klodder water over dat oppervlak van de aarde heen beweegt. Nou, het bijzondere is dat als we kijken naar wat er dan gebeurt, is dat dat water een heel klein beetje wrijving met de oceaanbodem ondervindt. En door die wrijving van de oceaanbodem krijg je dat dat water heel langzaamaan wat energie, wat draaiingsenergie van de aarde afsnoept. Met andere woorden, dankzij het effect dat we een maan hebben en dat er dus water in de vorm van getijden over het oppervlak van de aarde heen bewegen, verliest de aarde een klein beetje draaiingsenergie en gaat die steeds langzamer draaien. En wat we dus zien, is dat onze aarde, als we bijvoorbeeld 600 miljoen jaar geleden teruggaan in de tijd, dan zien we dat toen onze dagen 21 uur duurden. Dus niet alleen onze pensioensgerechtigde leeftijd gaat omhoog, maar ook in de toekomst gaat de daglengte omhoog. Dus er zijn allerlei cruciale aspecten die ermee samenhangen. Maar dat is eigenlijk een hele bijzondere ontwikkeling die we kunnen zien. Maar er is nog een heel bijzonder effect. Want niet alleen dat effect van de dagen die langer worden heeft te maken met inslagen, maar we hebben bijvoorbeeld ook effecten die op veel grotere schaal van belang zijn geweest voor de ontwikkeling van onze aarde. Dat heeft te maken met plaattektoniek. Nou, plaattektoniek, dat is een proces wat ontstaat doordat er warmte binnen in de aarde zit. En ik heb daar een prachtig voorbeeld van. En die warmte die kan naar boven toe stromen. En we gaan kijken of we dit veilig kunnen uitvoeren. Zo. Dan stoppen we eerst even wat kleurstof in de convectiebuis. En dus vooral om te illustreren wat er zometeen gaat gebeuren. Want als ik nu deze hete vlam hier zo onderzet, wat we dan zien is dat hier aan deze kant het water wordt opgewarmd. En ik denk dat de mensen op de eerste rij het sowieso goed kunnen zien. We zien nu dat water als het ware naar boven toe bewegen. Uiteindelijk zijwaarts bewegen door de buis heen. En uiteindelijk hier weer de diepte induiken. En zo krijgen we als het ware dat er, dankzij die warmte die we hier toevoegen aan de convectiebuis, dat er heel mooi dat water gaat rondstromen. Nou, dit is eigenlijk een prachtig schoolvoorbeeld van convectie. En wat we ook zien diep in de aarde is dat plekken waar warmte gegenereerd wordt, daar stroomt warm gesteente naar boven toe. Dat kan je als het ware vergelijken met die warmte die hier naar boven toe gaat. En uiteindelijk buigt het af aan het oppervlak van de aarde en krijg je dus dat er een zijwaartse stroming ontstaat. Nou, hierbovenop liggen de platen. Je moet voorstellen dat de stenen schil van onze aarde, de korst, die is onderverdeeld in 15 tektonische platen. En die drijven allemaal op dat vloeibare gesteente. En dankzij die warmtestroming die diep in de aarde plaatsvindt, die convectiecellen, bewegen die platen dus heel geleidelijk over het oppervlak van onze aarde heen. Nou, er is onderzoek gedaan, met name in andere continenten, en daar vinden we aanwijzingen dat zeg maar de eerste kickstarter voor dit proces, het eerste zetje waarmee als het ware die bewegingen in gang zijn gezet, dat die gekoppeld zijn aan grote inslagen. En met name in Zuid-Afrika vinden we onder meer aanwijzingen dat het ongeveer 3,25 miljard jaar geleden is gebeurd, dat er een grote inslag is geweest en dat als gevolg daarvan lokaal de convectie gestart is waarmee de platen zijn gaan ronddrijven. En die plaattektoniek, dat is een heel erg langzaam geleidelijk proces. Dus op het moment dat we hier een landoppervlak hebben en dat bos op een gegeven moment tegen een ander landoppervlak, krijg je bijvoorbeeld de vorming van gebergten. Of je krijgt juist dat ze onder elkaar duiken en dat er op die manier vulkanisme ontstaat. En dat zijn precies de plekken, als daar dieren voorkomen of planten, die worden op zo'n manier heel geleidelijk blootgesteld aan veranderende omstandigheden. Dus wat je ziet is dat door die plaattektoniek evolutie wordt aangezwengeld en dat planten en dieren zich aanpassen aan die hele nieuwe omstandigheden.
Met andere woorden, die inslagen die ervoor hebben gezorgd dat we niet alleen een hele mooie maan hebben en dat we die getijden hebben, dat onze dagen langer worden. Diezelfde soort inslagen zijn ook een belangrijke factor geweest in het starten van de plaattektoniek en daarmee dus ook de vorming van de hele dynamische oppervlak wat we vandaag de dag hier op aarde kennen. Maar natuurlijk kent iedereen ook wel de negatieve gevolgen. Er zijn natuurlijk tal van voorbeelden dat grote inslagen allerlei negatieve aspecten met zich meebrengen, met name als dat op mondiale schaal gebeurt. En we vinden de gevolgen van bijvoorbeeld de Dino Killer, de grote inslag die ongeveer 65 miljoen jaar geleden plaatsvindt, die vinden we op alle plekken in de wereld zo'n beetje wel terug in het gesteente. Ook in Nederland. En ik heb er vaak van gehoord, maar het werd voor mij ook eens tijd om naar Limburg af te reizen. En ik ben zodoende speciaal de grot ingegaan, de Gulhemmerberg, met een speciale gids van de Stichting De Godwoning. Om daar te kijken naar eigenlijk de afwisselingen die er in het gesteente te zien zijn. En dit is een foto waarbij we de grot zien. Dit is een mergelgroeve waar vroeger gesteente uit de grot werd gehaald om gebouwen mee te construeren. En wat we hier als het ware zien is dat een deel van het plafond dat is ingestort, dat is naar beneden gekomen en dat heeft als het ware aan de zijkanten allerlei lagen blootgelegd. Nou, als we inzoomen op die lagen, dan kunnen we ook heel mooi zien hoe dat eruit ziet. Want deze foto hier is eigenlijk de geologische equivalent van de overlijdingsakte van de dinosaurussen. Wat we hier zien is namelijk de verandering van klimaat. Deze lagen vertellen ons dat. En ik zal u uitleggen waarom. Want wat we hier zien is eigenlijk een zeeafzetting, een diepzeeafzetting. Dat is eigenlijk de manier waarop mergelstenen worden gevormd. En wat we eigenlijk zien is een verandering in textuur. Dus korrels die op een gegeven moment wat grover worden. En een van de dingen die we associëren met klimaatverandering, met de effecten van inslagen, dan zijn dat met name stormen. Dus er is een inslag, er wordt stof in de atmosfeer opgeworpen. Het lokale weer, het mondiale, het wereldwijde klimaat, dat verandert. Stormen nemen daardoor toe. En op zo'n manier vinden we dus ook in dit soort geologische afzettingen, vinden we die stormen terug, die een hele duidelijke indicatie zijn dat er op deze schaal iets gigantisch veranderd is. En wat we dus ook zien, is dat het eigenlijk niet zozeer de inslag is geweest, dus de daadwerkelijke inslag van het object, wat de dinosaurussen uiteindelijk tot een eind heeft gebracht. Maar dat het met name de moeilijkheid is geweest waarmee zij zich konden aanpassen aan die nieuwe omstandigheden, aan het nieuwe klimaat, aan het oppervlak van de aarde. En dat is allemaal hier ook in Nederland zichtbaar. Overigens is de krater van deze inslag is nog steeds te vinden in Mexico. Als we hier kijken zien we het Yucatan Schiereiland met onder meer een krater van 180 kilometer in doorsnede. Dit is overigens zeker niet de kleinste krater die we op aarde kennen. Er zijn grotere van meer dan 300. Maar het is in ieder geval een krater die qua ouderdom en qua locatie ons doet vermoeden dat dit de inslagkrater is geweest, waardoor dat stof dus de atmosfeer in is geworpen en waardoor uiteindelijk de dinosaurussen aan hun eind zijn gekomen. Maar ook vandaag de dag, als we met telescopen naar buiten turen, naar de plekken tussen de ruimte, dan zien we nog steeds dat er objecten zijn die mogelijk een risico kunnen vormen voor een inslag hier op aarde. Dat kunnen we afleiden aan hoe groot ze zijn en hoe ze bewegen. En om die reden hebben ze op een gegeven moment besloten om toch maar een systeem te ontwikkelen om dat risico in te kunnen schatten. En zodoende is uiteindelijk in 1999 de Torino-schaal ingesteld. En de Torino-schaal is eigenlijk een soort van ruimteweeralarm waarbij de kleur ons iets vertelt hoe goed je dag zal eindigen. Eigenlijk hebben we hier op de horizontale as een percentage staan, dus de kans op de inslag. Op de verticale as zien we als het ware de energie van de inslag, dus hoe groter het brokstuk steen, hoe vernietigender als het ware de kracht is hiervan. En al die verschillende categorieën die we zien, van 0 tot met 10, die zijn als het ware een gradatie van de gevolgen en de kans op die gevolgen van een potentiële inslag. Nou, als we bijvoorbeeld kijken naar de objecten die tot nu toe zijn waargenomen, dus met name planetoïden die rakelings langs de aarde kunnen vliegen, dan zien we dat we tot nu toe als hoogste waarde een factor 4 hebben gehad. Nou ja, dat is op zich nog iets wat een beetje in de gele zone zit. Nog niet iets waar u zich zorgen over hoeft te maken. Maar het is wel iets wat bijzonder interessant is. Want nummer 4 is vaak hetgene wat het nieuws haalt. En journalisten die zijn altijd erg happig om doomsday scenario's te verkopen. Wat dat betreft niet heel veel anders dan wat bijvoorbeeld in Hollywood wordt gedaan. Maar heel vaak blijkt dat als we vaker naar zo'n object kijken, dat we veel nauwkeuriger die banen kunnen uitrekenen. En dan kunnen zien dat zo'n brokstuk waarschijnlijk de aarde op mijlen na mist. En dan zie je al snel dat heel veel van die objecten afzwakken naar de categorie 0. En eigenlijk alle objecten die we op dit moment kennen, die vallen ook in de categorie 0. En zijn dus op dit moment ook geen risico voor de aarde. Met andere woorden, u kan vanavond gewoon rustig gaan slapen. Dit soort brokstukken steen, die verdampen eigenlijk vaak
dankzij onze atmosfeer. Onze atmosfeer vormt een hele belangrijke, waardevolle barrière in de bescherming van onze aarde. En zo nu en dan blijkt dat er toch van dat soort brokstukken doorheen komen. Maar de eigenschap van onze atmosfeer om de aarde te beschermen, dat is ook iets wat we heel mooi kunnen benutten om bijvoorbeeld onze lokale omgeving te ontdoen van kunstmatige ruimtepuin. In het volgende college ga ik jullie uitleggen hoe we dat kunnen aanpakken.